Chris Pratt, die lied van de week, al in een interview weten, dat hij open staat om het DC-universum te joinen. En dat was aan de hand van een vraag van een interviewer. Die zei van, zou jij het zien om over te stappen van Marvel naar DCU? En hij zei, ik heb zoveel respect voor James Gunn. Als hij iets voor me heeft en hij belt me, I'll answer the call. Ja, en hoe is dat op een gegeven moment toen dan Booster Gold geworden eventueel? Dat zijn nu meer de geruchten, omdat... Niet per se dat hij dat nu gaat spelen, hoor, maar ik bedoel meer van, heeft hij iets met de character? Of hebben mensen... Ja, hij komt heel erg overeen qua karaktereigenschappen tussen Peter Quill en ook een beetje Booster Gold. Want ze zijn natuurlijk allebei een soort van anti-helden en ja, ook een beetje comic relief natuurlijk. Maar Booster Gold, die gaat een introductie maken in de DC-universum. Ah, okay, dat weten we dus. Ja, want er is net de Blue Beetle trailer geweest. Gaan we straks nog even kijken. En Booster Gold is daar een character van die samen gaan werken. Ja. En hij zou prima kunnen spelen. Ik dacht dus eerst dat dit ging over Booster van Jingle All The Way. Die roze sabeltandtijger uit Jingle All The Way. Die is een soort van de toy die overal nog in de winkel ligt. Die give me the cookie. Want iedereen wil met die Mega Man of hoe weet ik hoe die heet. Thunder. We weten precies wat je bedoelt. Maar toen dacht ik, hoe give vet zou dog. Een Jingle All The Way 2 zijn met een... En omdat iedereen zo woke is geworden dat nu Booster super cool is. En dat juist Turbo Man overal in de uitverkoop ligt. En dat Arnold Schwarzenegger een soort van... Ja, ik weet niet. Dat hij dan nu oud is en in het... pak zit van Booster. Ja, ik weet niet. Ik zag het helemaal voor me. Maar ik ken Booster Gold eigenlijk alleen uit de New 52-reeks. Okay. En ik vind het geen coole karakter. Nee? Character. Maar volgens mij is dat toch ook expres de bedoeling dat hij niet heel cool is. Ja, hij is een beetje cocky en annoying. Maar het lijkt wel alles wat James Gunn doet, dat zijn unique selling point is, laten we hele niche, niet coole characters pakken. Nou, hij is niet hopen niche, hoor. Dat ze cool maken. Hij heeft wel een grote fanbase. Ik vind zijn backstory best wel cool. Hij is een atleet uit de 25e eeuw. Ja, dus hij komt uit de toekomst. Hij is een atleet uit de 25e eeuw. Daar is hij op een gegeven moment echt een eikel aan de lul. En een beetje verbannen van society. Omdat hij gokte op zijn eigen wedstrijden. Gewoon matchfixing, dat soort shit. En heeft hij met de tech van de 25e eeuw... Hij is gewoon een douchebag. Met de tech van de 25e eeuw gaat hij terug naar heden dag. Omdat hij dan met de tech... daar een soort van superhuman kan zijn. Een superhero kan zijn. En, maar een soort van douchey-ass superhero. Dat is cool. En met de kennis van het verleden. Dus hij duikt volgens mij ook op in een soort van 1700 nog wat. Omdat hij daar ook precies weet hoe alles werkt en zo. Ja. Maar ja, dat kan interessant zijn. Ja, time traveling ik vind time traveling shit altijd wel gevaarlijk. Zeker zo als je nu... Je bent nu eigenlijk opnieuw je universum aan het establishen. Ja. En time traveling... Ondanks dat het heel smart gedaan was in Endgame en in Endgame vooral. Het maakt het wel... De time heist is natuurlijk gewoon een pinnacle van al die shit. Na Endgame, ik vind dat wel, omdat ze door zijn gegaan, heeft het ook wel een soort van smet op de MCU voor mij sowieso al gelegd. Omdat niks meer echt uitmaakt. Ja, dat. Maar dat het een episch conclusie is van 10 jaar MCU, dat was het inderdaad. Maar het is nu, de time heist niet eens meer. Het is meer de multiversal stuff dat ik moeilijk vind dan de time heist. Want time heist zit altijd nog en natuurlijk ergens ook wel de multiverse, want straks heb je die colliding shit. Maar dat je, bij time travel zegt iedereen altijd, time travel, opletten. Dus dan blijft het nog ergens een beetje spannend. En dat zeggen ze ook wel over multiversal shit, maar misschien ook wel niet genoeg. Dat ze zeggen van, het is heel gevaarlijk. Dus voelt het inderdaad allemaal ineens niet meer belangrijk. Maar zou Chris Pratt een goede keuze zijn? Want heel eerlijk, je moet een nieuw karakter gaan neerzetten. Chris Pratt is 43. Weet je, ja, met alle respect, Thor doet ook al 15 jaar mee in het MCU. Ja, je kan niet 15 jaar nog optellen bij 45, want dan ben je gewoon een 60-jarige Booster Gold. Natuurlijk, we kunnen de-agen en noem het allemaal maar op. Dat ontwikkelt zich wel echt heel snel, hè? Ja, dat is zeker zo. Nou, maar ik bedoel, moet je dat ook willen? Of moet je gewoon kansen geven aan een nieuwe acteur? Om even vooruit te lopen op, hoe heet het, Blue Beetle? Ja, Blue Beetle. Is dat de eerste James Gunn film? Of is dat nog daarvoor? Ja, ik denk nog daarvoor eigenlijk. Dat lijkt mij ook, want ik vind het vrij... Ik vond het vrij niet zeggend. Die kindershit.